Nu de vraag: is het een blijvertje? Aangezien ze die grote maatschappelijke problemen niet op zullen kunnen lossen, denk ik dat het op dat punt teleurstelling onvermijdelijk is. Aangezien ik denk dat op de middellange termijn uiteindelijk toch heel vervelende oplossingen moeten worden bedacht voor de stikstofdossier, denk ik dat dat ook op de middellange termijn teleurstellend zal aflopen. Je zou natuurlijk wel kunnen redeneren. Kijk eens, het is duidelijk dat de BBB-beweging erin geslaagd is. om een aanzienlijk deel van het CDA-electoraat weg te snoepen. door duidelijk te maken dat ze staan voor het platteland. of voor het niet zo stedelijke Nederland. Nou, kun je, kun, <coughs> sorry, daar kun je een brede definitie van maken. Dus daar, zou, daar bestaat de mogelijkheid dat je. Dat het CDA nog verder krimpt en dat we eigenlijk een neo, dat de BBB een soort zo neo-CDA zou kunnen worden, dat dacht ik niet uitgesloten.